En Jacqueline de Bruin, coördinator van de rugzaklijn. Janneke, als het gaat over die maatschappelijke effecten, wat denk je wat het grootste maatschappelijke effect gaat zijn als deze bezuinigingen op de lange termijn gaan plaatsvinden? Ik denk dat op de korte termijn al, dat je zult zien dat de uitstroom van kinderen beduidend lager zal zijn. Mm-hmm. En niet per se alleen de kinderen met een zwaardere zorgvraag, omdat we daar gewoon de voorwaarden niet meer voor kunnen scheppen dat zij maximaal kunnen ontwikkelen. Maar eigenlijk net wat hier ook al gezegd wordt, andere kinderen zullen hier ook last van krijgen. Een leerkracht heeft maar 2 handen, 2 ogen, kan maar zoveel tijd besteden aan zijn klas. Zet al alle zeilen bij en nu al geven leerkrachten aan dat zij niet het maximale kunnen halen uit sommige kinderen, omdat ze gewoon te weinig middelen hebben. Op het moment dat er dus nog meer gesneden wordt aan handen in de klas, klassen worden groter, expertise verdwijnt, ondersteuning, zullen kinderen die door eigenlijk wat extra ondersteuning nodig te hebben op een hoger niveau kunnen presteren, dat niet meer kunnen. En zullen uiteindelijk lager uitstromen uit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs, als zij al die stap kunnen maken en niet eerst de stap naar SO zullen moeten maken. Op de langere termijn zal dat ook betekenen dat er gewoon meer schooluitval zal komen op het voortgezet onderwijs. Er wordt nu al heel veel geld ingepompt. Daar kan wel nog een behoorlijk bedrag bij komen op termijn, denk ik. En ik vind het eigenlijk moet het niet kunnen. Ik had van de week een interview gelezen in de Volkskrant van die minister. Die zei dat wij hoge eisen moeten stellen aan het onderwijs, zodat wij meer uit de mensen kunnen krijgen. Goed voor de kenniseconomie, maar als je aan de onderkant wegsnijdt, dan is er eigenlijk geen fundament meer voor sommige kinderen om hun kennis op te bouwen. Het gaat heel concreet, we horen allemaal voorbeelden. We hebben een jongen bij ons op school waar ik werk. Ik werk op een speciale basisschool. Nou, de vraag is of dat überhaupt nog blijft bestaan natuurlijk. Die jongen die presteert hartstikke goed, die kan naar het gymnasium binnenkort. Die heeft wel iemand nodig die hem helpt met het plannen van zijn huiswerk. Die even iedere dag vraagt aan hem, hoe gaat het? Waar loop je tegenaan? Die zorg valt weg. Als gevolg daarvan zal hij waarschijnlijk niet kunnen instromen op een gymnasiumschool, omdat die school nu al aangeeft, wij kunnen die jongen op de langere termijn niet houden. Ja, als dat nu al gebeurt, dan vrees ik wat er gaat gebeuren als deze bezuinigingen op deze manier doorgaan. Jacqueline, welke effecten zie jij op de maatschappij, op de korte en lange termijn? Ik zie nu al heel veel onrust onder de ouders, wat net nog niet zo genoemd werd, maar bij ons aan het onderwijs, de rugzaklijn wel. Ouders waren blij met haken en ogen, maar waren blij met de rugzak, zodat ze konden kiezen voor de school. Vriendjes, vriendinnetjes binnen de reguliere school. Ze zijn heel bang dat ze zelf helemaal geen inspraak meer hebben en dat zeker de cluster 4 kinderen, dat daar nog meer naar gewezen gaat worden, dat daar veel meer thuiszitters bij komen. Dat de projecten die daarvoor zorgen, nu op dit moment, dat we ze toch weer op de rails kunnen krijgen, dat verdwijnt ook allemaal. Dus ja, wat heb je straks in de maatschappij? Wijzen we allemaal naar die kinderen toe van, oh, die doet het zo slecht, grote problematiek. Ja, dat heeft toch het gevolg met het onderwijs, wat gewoon niet de expertise meer kan bieden. Zie je nog, Jacqueline, zijn er nog mogelijkheden om die maatschappelijke effecten toch te verkleinen of zijn we verloren? Ik denk dat de rek er eigenlijk wel uit is. Als je ziet dat scholen nu alle zeilen al bij moeten zetten en zelf ook al aangeven dat ze het nu ontzettend zwaar hebben. Kinderen die toch een time-out plek moeten krijgen op de gang omdat er gewoon niemand is om die kinderen op te vangen. Dan denk ik dat de rek er eigenlijk uit is. Ik wil ook even meegeven. We hebben het steeds over die kinderen met gedragsproblemen waar een leerkracht het heel zwaar mee is. Heeft de kinderen die daar de dupe van zijn, zijn de kinderen die zich juist terugtrekken op het moment dat zij het zo zwaar hebben. Die kinderen vergeet je heel snel, dat zijn de passieve kinderen in de klas. Als die kinderen ook ondersteuning kunnen krijgen wat ze nodig hebben, en dat kan heel bazaal zijn al, hè, even de leerkracht die even langskomt en even vraagt, hoe lukt het? Zul je zien dat die kinderen veel beter ontwikkelen en wel kunnen presteren naar behoren. Maar als een leerkracht niet eens tijd heeft om even langs te lopen bij een kind, want dat is nu al het geval, ja, dan gaan deze kinderen daar ontzettend onder lijden. En dan krijg je leerachterstanden, gefrustreerde kinderen, kinderen die doorstromen naar het voortgezet onderwijs en gedemotiveerd zijn al voordat ze daar binnenkomen en uitvallen, geen diploma behalen. Oké. Het is tijd wat de dames en heren politie ervan vinden. Dank jullie wel. Ga lekker zitten en zou ik aan de aanwezige Kamerleden willen vragen om achter de tafels te komen staan. Even kijken, dat is een hele goede opkomst geworden uiteindelijk. Ja, tuurlijk. Nou ja, het is altijd maar weer de vraag, allemaal voorbehoud en fractieoverleg en verzin het maar. Maar jullie zijn er, hartstikke goed. Morgen de grote actiebijeenkomst in Nieuwegein. Om te protesteren tegen de bezuinigingen. Jeroen Dijsselbloem van de PvdA.
Wat gaan we aan de mensen morgen vertellen daar? Zie jij nog mogelijkheden om iets aan die bezuinigingen te doen? Als je kijkt naar het debat wat we de afgelopen maanden gevoerd hebben. Dat lijkt mij wel, maar ik kijk verwachtingsvol naar mijn buren. Ja? In de eerste plaats denk ik dat we heel zorgvuldig moeten kijken naar waar we het wel over eens zijn. En dat moeten we toch in de hectiek van dit debat wel overeind houden. Omdat dat mij ook zo motiveert om vervolgens die bezuinigingen te verzachten of uit te stellen of te verminderen. Kijk, waar we het over eens zijn is dat we echt moeten proberen veel meer kinderen zeg maar, in het reguliere onderwijs. Nou, ik hoef u dat allemaal niet te vertellen, u bent er dagelijks mee bezig. Dat is ook een opdracht waar we nu al jaren mee bezig zijn. Met passend onderwijs zijn we nu 5 jaar bezig. En we vragen ook wat van het reguliere onderwijs. We vragen wat van die leerkrachten. Want ik zeg altijd maar, van, ja, die klassen worden drukker en voller. En dat is echt niet de keuze of de schuld van de leraar. Dus dat komt voort uit onze bekostiging. Dat komt voort uit de samenleving. Maar ze staan er maar voor. We vragen van hun, probeer nou toch zoveel mogelijk kinderen daar gewoon een plek te geven. En de aandacht te geven die ze nodig hebben. De part of the deal was dat ze daarbij ondersteuning zouden krijgen. Houden. Met een dikke streep onderhouden. En halverwege het proces, en het draagvlak is al kwetsbaar voor passend onderwijs, halverwege het proces zeggen we, nee, het loopt uit de hand, we gaan die begeleiding snoeien. Dus ik vind dat we heel erg die grote opdracht die we onszelf, maar zeker ook het onderwijs hebben gegeven, dat we die wel overeind moeten houden. En juist daarom het zo serieus moeten nemen, hoe nu op de bezuinigingen wordt gereageerd. Er zijn echt een paar dingen waar we echt met elkaar over moeten hebben. Een aantal van deze bezuinigingen, dan moet je in de bijlagen van de stukken gaan kijken waar die bezuinigingen terechtkomen, pakken echt op een manier uit die we niet kunnen accepteren. Ook de coalitiepartijen niet. Er gaan echt sommige instituten die zeer specifieke kennis voor zeer specifieke groepen hebben. Noem eens één punt, want dan kunnen we die even af. De epilepsiescholen, ik heb zaterdag ook op de radio genoemd, die verliezen gewoon 2/3 van hun bekostiging. Kijk, dat betekent gewoon einde oefening. Okay. En dan moet toch de minister. Ik ben goed van vertrouwen. Dus de minister heeft dit niet bedoeld. Nee. Er zitten elementen in deze plannen. Nee, maar echt jongens, daar moeten we. Nee, dat heeft ze zo niet bedacht. Niet bedoeld. Er zitten elementen in deze plannen. Die gaan we echt repareren, want dat kan niet. Okay. Helder. Tweede categorie is de expertise. We hebben dit eerder meegemaakt. Toen de VSO Lomscholen werden opgeheven en werden geïntegreerd in het VMBO, moesten ook een deel van de leerlingen waar iets mee was, moesten weer terug in het reguliere onderwijs, het nieuwe VMBO. Toen hebben we ook laten gebeuren dat een groot deel van de expertise die kleinere scholen hadden, dat die verloren ging. En later moesten we dat allemaal gaan repareren om de problemen in het VMBO weer een beetje te verhelpen. Toen hebben we dus heel veel geld moeten uittrekken later om dat VMBO en zijn problemen en zijn probleemleerlingen weer op te krikken. De expertise moet deze keer niet verloren gaan. Dat vergt wat mij betreft dat we een deel van het geld wat nu voor prestatiebekostiging aan de lat staat, gewoon rechtstreeks overhevelen naar dit dossier en dan zeggen, we gaan het steken in het overeind houden van expertise. Oké, okay. Twee hele heldere punten. Joël voor de wind. Wat moet er meer? Ja, ongetwijfeld, maar jouw collega's hebben die vast ook. Wat moet er meer gerepareerd gaan worden? We hebben er al 2 genoemd. Waar zet jij je voor in? Ik heb gesprekken gevoerd met de blinde en de dove scholen die verspreid zijn over het land. Ja, en ik vroeg hun werkelijk van, hebben jullie nou ook een brief gehad van de minister waarbij er is aangekondigd dat ook jullie moeten bezuinigen? Dit zijn echt de meest kwetsbare kinderen volgens mij. Die steun in de rug nodig hebben in speciaal onderwijs echt niet kunnen missen. Nou ja, ze hadden inderdaad de brief gehad van die minister waarbij ze ook forse bezuinigingen moeten doorvoeren. Dit lijkt me nou echt een categorie waarbij als minister moet zeggen, ook als coalitie, hier moeten we echt afblijven. Hier moeten we absoluut niet op bezuinigen, want deze mensen zijn al zo kwetsbaar. Deze mensen hebben recht op die steun in de rug, die speciale aandacht vanwege het handicap wat ze hebben. Waar ik me ook zorgen over maak, en dat heeft de minister ook vanmorgen weer in Trouw aangekondigd, is het bijzonder onderwijs. Bij de hele bezuinigingen van het passend onderwijs zie je dat de minister aanstuurt op regionale samenwerkingsverbanden. Nou, daarvan kan je dus afvragen in hoeverre daar dan het bijzonder onderwijs blijft gegarandeerd. Want men stuurt toch aan op specialisaties van scholen, ongeacht de kleur van de school. Waardoor er toch bepaalde ouders kunnen zijn die een voorkeur geven aan een bepaalde denominatie. Die echt dan op het moment dat er regionaal gekozen wordt, niet meer kunnen kiezen voor hun eigen kleur. Nou, dat zijn 2 belangrijke zorgpunten van de ChristenUnie in ieder geval. Oké, Kathleen Ferrier, jij spreekt de minister denk ik af en toe wel eens. Waar is de minister het meest van geschrokken van de eigen plannen? Ik spreek de minister niet vaker dan mijn andere collega's. Oh, okay. Laat ik dat nou, in het laatste gesprek wat je dan hebt gehad, waar was ze van geschrokken dat je denkt van, oh ja. Wat het punt is, waar ik van onder de indruk ben, en volgens mij de minister